Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 5 november 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Data is vandaag 360 hertz, niet 350 zoals gisteren. Ik wil testen of dat beter gaat. Oké, voor degenen die vanochtend niet geluisterd hebben, lach maar. Ik heb afgelopen maandag mijn teen gestoten tegen een doos met nieuwe kattenbakkorrels. Eigenlijk had ik er niet zoveel last van, behalve gisteravond. Enfin, vanochtend naar de huisarts en die verwees me vervolgens vanochtend door naar het ziekenhuis. Gelukkig bleek het uiteindelijk niet gebroken. Nee, ik wil het hier verder niet over hebben. Vooral die kattenbakvulling is pijnlijk, zowel letterlijk als figuurlijk. Data vandaag bij deze uitzending is dus net als de afgelopen dagen, maar dan 360 hertz. Heb je FL Digi, dan kun je het ontvangen, net zoals met een microfoon voor de speaker, zoals PR3 FBO keer op keer aantoont. De instellingen zijn Contestia en dan onderaan in het tabelletje op aanpassen of customize klikken. Vervolgens 125 bandbreedte, 2 tonen, synchronisatie 8, FEC 4 en inclusief start- en stoptonen. Vandaag dus op 360 hertz om te kijken of dat nog net een tandje beter gaat. Is dat niet zo, dan zitten we morgen weer op 350. Is het wel zo, dan testen we morgen waarschijnlijk met 355 hertz. Als we de optimale stand gevonden hebben, dan ga ik het niveau van de data nog verder terugdraaien. Aanstaande zaterdag vindt weer de dag voor de radioamateur plaats in het Apeldoornse. We hebben het er al eerder over gehad. Een van de dingen die ik er even uit wil pakken is de lezing van PA3 ANG van 1300 tot 1400 uur in de midden- en matenzaal op de eerste etage. De lezing gaat over Coversity, dus PI2NON op 430275, dat in Noordoost-Nederland actief is. Johan vertelde dat hij bij die lezing ook een primeur heeft. Vanaf 1300 uur dus in de midden- en matenzaal aanstaande zaterdag. In DM Nederland is het Brandmeister voor en na. Brandmeister is een netwerk van, als ik goed ben ingelegd, Russische origine. Het blijkt meerdere voordelen te hebben ten opzichte van het DMR Plus netwerk dat bij Hatera-apparaten gebruikelijk was. Zo is het systeem meer open. Sinds krap een week zijn er allerlei ontwikkelingen. De ene na de andere repeater besluit over te schakelen op het nieuwe netwerk. En ook de DV4 Mini is al een eind op weg om het nieuwe netwerk te ondersteunen. Voordelen zijn bijvoorbeeld dat de controle over het eigen netwerk groter is en het blijkt ook stabieler. Brandmeister is gemaakt door een Rus en in eerste instantie waren de DMR-beheerders wat wantrouwig. Je weet natuurlijk nooit. De Russische amateur blijkt voor een Nederlands bedrijf te werken en terwijl hij in Rusland woont is hij regelmatig in Amsterdam. Het netwerk ondersteunt volgens insiders Hytera en Motorola systemen een stuk beter dan DMR+. Het gebruik is eenvoudiger. En beheer ook. Hier gaan we vast nog een hoop van horen. NASA begint binnenkort met het werven van astronauten voor een reisje naar de planeet Mars. Vanaf 14 december kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op de vacaturesite USA Jobs. Overigens kunnen alleen Amerikaanse staatsburgers zich aanmelden. NASA maakte in 2017 bekend wie de kandidaten zijn. NASA zoekt hiermee astronauten met een verschillende achtergrond, bijvoorbeeld wetenschappers, piloten en dokters. Agentschap Telecom zal dit jaar ook weer op de dag van de radioamateur aanwezig zijn. Het agentschap is om het jaar van de partij. Amateurs kunnen op de stand van AT terecht om hun apparatuur te laten controleren. En verder wordt er voorlichting gegeven en worden technische vragen beantwoord. Vragen die je kunt stellen kunnen bijvoorbeeld over het zendexamen gaan, over techniek in het algemeen of over storingen. De stand van AT is te herkennen aan, jawel, een witte meet- en pijlwagen. Een van de al voorspelde zonnestormen liet in Zweden afgelopen woensdag het systeem voor vluchtgeleiding voor het vliegverkeer crashen. Zo melden meerdere bronnen. Het luchtruim van Zweden was daardoor ruim een uur gesloten. De zonnestorm verstoorde het aardmagnetisch veld wat radarinstallaties in het zuiden van Zweden verstoorde. Overigens waren er in de buurlanden van Zweden geen vergelijkbare problemen. Een woordvoerder meldde dat tijdens de veroorzaakte blackout alle vluchten van de radarschermen verdwenen. Dit bleef een uur lang het geval. Het is nog niet bekend waarom de gevolgen dit keer zo zwaar waren. De laatste keer dat er in Zweden iets vergelijkbaars gebeurde was in 1990. De gevolgen van veranderingen in het aardmagnetisch veld worden nabij de polen altijd het sterkst gevoeld. Dat komt omdat de beweging van de verandering van het veld nabij de polen het grootst is en bij de evenaar het kleinst. Het is alsof een grote staafmagneet zich binnen in de aarde heen en weer beweegt. Lange kabels kunnen daarbij door inductie als een soort dynamo gaan werken. Iets dergelijks gebeurde bij de eerste telegraafnetten toen die in de 19e eeuw voor het eerst in Noord-Scandinavië werden aangelegd. Daar waren toen diverse explosies. Tegenwoordig wordt bij lange kabels rekening gehouden met inductie bij dit soort veranderingen van het aardmagnetisch veld. De Duitse ronde tafel, vergelijkbaar met ons amateuroverleg, heeft aan de Bundesnetzagentur gevraagd om het ook in 2016 mogelijk te maken dat amateurs een deel van de 70 MHz mogen gebruiken. De
Duitse segment was vorig jaar 70.150 tot 70.180. Men wil nu graag 20 kHz extra, zodat de bovengrens bij 7.200 ligt. Daarnaast is het verzoek om alle modulatiesoorten tot maximaal 12 kHz bandbreedte toe te laten. Ook op 50 MHz waren dit jaar extra mogelijkheden en ook daar wordt gevraagd deze mogelijkheden ook in 2016 toe te staan. De mogelijkheden van Duitse amateurs op zowel 50 als 70 MHz zijn ten opzichte van de omliggende landen uiterst beperkt. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.